Hoi, ik ben onderweg naar het webinar over clubkadercoaching. Clubkadercoaching is hartstikke hot en dat komt misschien wel door de 50 proeftuinen die we gestart zijn het afgelopen jaar. En we denken dat we een belangrijke sleutel hebben gevonden die leidt naar meer sportplezier. Zometeen in het webinar heb ik 3 gasten aan mijn tafel en jullie kunnen kijken en ervaren wat nu uiteindelijk clubkadercoaching is en wat het voor jullie kan betekenen. Zometeen eerst een animatiefilmpje met de basics over clubkadercoaching en daarna aan tafel. Tot zo! De clubkadercoach introduceert trainingsbegeleiding op de club. Mijn naam is Wessel Stop en ik ben voorzitter van korfbalvereniging Fiducia. Het afgelopen jaar heeft een clubkadercoach bij ons op de club trainingsbegeleiding geïntroduceerd. Zowel op het veld als in de bestuurskamer. Het resultaat is dat mijn trainers en coaches met meer plezier voor de groep staan en langer bij de club blijven. Hoe ben ik aan die clubkadercoach gekomen? Je hebt er misschien al over gehoord. Er is een nationaal sportakkoord gesloten tussen de Rijksoverheid, gemeenten en sportbonden. Daaropvolgend hebben veel gemeenten een lokaal sportakkoord gesloten. Met het doel om lokale clubs en verenigingen vitaler te maken. Dit is dus het moment om je licht op te steken en aan te geven wat jouw club nodig heeft. In het sportakkoord wordt op veel plekken de cruciale rol van de trainers en coaches genoemd. Juist zij maken het verschil in de ontwikkeling en het plezier van sporters. En leveren een grote bijdrage aan de goede naam en het succes van een vereniging. Maar 90% van hen is hiervoor niet specifiek opgeleid en 39% voelt zich niet capabel. Ze hebben niet alleen technische vragen, maar ook vragen zoals: hoe houd ik de sporters enthousiast? Hoe geef ik een plezierige en leerzame training voor een groep kinderen? En hoe zorg ik voor duidelijkheid en dat iedereen zich aan de afspraken houdt? Dat is inderdaad niet makkelijk. Het gevolg is dan ook een groot verloop van trainers en coaches. En dat is jammer, want elk seizoen kun je weer opnieuw beginnen. Voor dit probleem is trainersbegeleiding de oplossing. Dit betekent dat trainers en coaches begeleid worden op pedagogisch en didactisch gebied. Maar hoe begin je met zoiets? En hoe zet je het goed op voor de lange termijn? Een clubkadercoach kan jou hierbij helpen. Dit is een buurtsportcoach van de gemeente die voor 1 à 2 seizoenen helpt om trainersbegeleiding op te zetten, uit te voeren en over te dragen. De clubkadercoach helpt om trainersbegeleiding op te zetten, kan de rol van trainersbegeleider zelf ook een tijd uitvoeren, maar is er uiteindelijk op gericht het structureel over te dragen aan vrijwilligers van de club of aan een betaalde kracht. Belangrijk is, je moet het als bestuur wel echt willen, want het is een keuze voor de lange termijn. Welkom allemaal bij dit webinar over clubkadercoaching. Het doel van de webinar is dat we jullie inspireren en tips en trucs geven over op welke manier je clubkadercoaching in jouw gemeente of voor jouw organisatie kan opstarten. Dat doen we aan de hand van het volgende programma. Allereerst gaan we natuurlijk uitleggen wat clubkadercoaching is. We gaan een voorbeeld van clubkadercoaching gaan we geven. En tot slot gaan we ook aan jullie die tips en trucs geven die te maken hebben met hoe clubkadercoaching nu opgestart kan worden. Mijn naam is Danny Meuken en ik doe dit niet alleen. Ik doe dit samen met een 3-tal gasten die ik vandaag heb. Allereerst Job van Eunen, inhoudsdeskundige clubkadercoaching, medewerker van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en adviseur lokale sport. Lucinda Schuurman, programmamanager sportaanbieders bij de gemeente Amsterdam. En een heel aardig voorbeeld hebben we vandaag. Clubkadercoach Dirk Spaaridans van Rotterdam Sportsupport. Job, welkom. Ja. Jij bent inhoudsdeskundige op het gebied van clubkadercoaching, medewerker van het Korfbalverbond. Waarom clubkadercoaching? Waarom zijn jullie daarmee begonnen? Eigenlijk om antwoord te geven op de vraag, hoe zorgen we ervoor dat die kinderen zoveel mogelijk plezier beleven aan, in dit geval korfbal, ja, aan hun training? Ja. En was dat nu niet goed genoeg of was dat te weinig? Nou, ik denk vanuit Korfbalverbond gezien zijn we daar best goed in. We hebben best goede trainers die goed in staat zijn om die kinderen meer plezier te bieden op hun trainingen. Maar daar is nog heel veel te winnen, echt ongelooflijk veel te winnen. Ja. En wat doet dit project dan om dat te verbeteren? Wat gebeurt er dan? Nou, je ziet dat die trainers gewoon heel veel beter begeleid worden om een heel veel betere trainer te zijn. Ja.
En die hebben daar dus ook meer plezier in, klaarblijkelijk. 100%. Ja, nee, een van de belangrijkste effecten is dat trainers zelf aangeven, ik heb heel veel meer plezier in trainen geven. Het is misschien wel leuk om even een vraag te stellen aan de mensen die dit nu zitten bekijken. We hebben alle trainers gevraagd van hoe waardeer je nu jouw plezier in het training geven? En die hebben dat aan het begin van het traject met een 3,7 beoordeeld op een schaal van 5. Wat denken jullie dat ze na de interventie clubkadercoaching hebben gegeven als cijfer? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk door het onderzoek wat we gedaan hebben heel mooi bevestigd. Namelijk, dat is een 4,4. Betekent een substantiële stijging in plezier. Job, is dat het enige dat het ondersteunen van de trainers en coaches sportplezier bewerkstelligt? Of zijn er nog meer dingen die een club als voordeel daarin heeft? Nou, in de kern is dat eigenlijk het enige waar het om draait. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Wat je wil op een club is dat je in een hele fijne, veilige omgeving rondloopt, je ding doet, traint, speelt, maar ook coach en trainer geeft. En de clubkadercoach, dat is een professional, die heeft jaren opleiding gehad om goed pedagogisch klimaat te scheppen. Die snapt heel goed wat er nodig is om die kinderen met een fijn gevoel op dat veld rond te laten lopen. Dus ja, dat is eigenlijk wel. Tuurlijk zijn er heel veel winsten. Hè? Ledenwerving, ledenbehoud, superbelangrijk. Maar dat is eigenlijk logisch gevolg van het feit dat die trainers met veel meer plezier trainen geven aan die kinderen. Is daar dan ook al wat over te zeggen? Voor vereniging is het natuurlijk heel interessant om te kijken van wat doet het met ons ledenbehoud of misschien wel met het werven van nieuwe leden. Merken jullie dan ook dat er vanuit clubkadercoaching dat positief beïnvloed wordt? Ik zie bij de Korrelbond, dat zijn de cijfers die ik zie, zie ik daar zeker een significant verschil in. Okay. Significant zelfs. Okay. Dus het is niet een beetje, maar er is echt een duidelijke stijging, terwijl de trend binnen Korrelbond toch echt wel een lichte daling is. Als je dan kijkt, hè, van wat moet je dan doen om jullie bestuurders te overtuigen dat het belangrijk is om in die clubs daar mee te investeren? Aan de vraag stellen. En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, is wat vind jij eigenlijk belangrijk bij je club? Oké, dus de club bepaalt eigenlijk zelf wat ze willen veranderen. Ja, uiteindelijk is het eigenschap 100% bij die club. Ja. Wat is nou eigenlijk clubkadercoaching? Wat kan een club verwachten als er een clubkadercoach komt? Wat is dat nou eigenlijk? Wat gaat er gebeuren? De clubkadercoach lost een probleem op die heel veel verenigingen hebben als het gaat om trainersbegeleiding. Iedereen wil graag trainersbegeleiding, iedereen snapt hoe belangrijk dat is. Maar om dat goed op te zetten, daar is een professional voor nodig. En daar hebben we gelukkig de professionele buurtsportcoach voor, die daar ongelooflijk goed in is. Ja. En die als clubkadercoach die club kan helpen om dat in een pak een beetje traject van 1,5 jaar... dat goed neer te zetten, te borgen, en zodat die club zelfstandig uiteindelijk verder kan. Ja. En wat is trainersbegeleiding? Wat gebeurt daar? Is precies zoals het woord zegt, hè? Trainersbegeleiding. Ja. Dus trainers worden op het veld, terwijl ze trainen geven, worden ze begeleid. Ja. Er staat iemand naast je die je helpt, begeleidt, ondersteunt. Oké, en daarmee help je de trainer om. Daardoor wordt die trainer veel beter. Gaat hij veel leuke trainingen geven. En het mooie effect is natuurlijk dat die kinderen veel meer plezier hebben in hun sport. Ja. En dat ze daardoor veel langer blijven. En dat ze daardoor veel meer kinderen meenemen. Dus het is een enorm vliegwiel wat er dan ontstaat. Ja. Maar dat goed neerzetten, die structuur bieden, dat is voor een vereniging op vrijwillig basis best lastig. En die clubkadercoach als professional, die kan dat fantastisch. Ja. Naast dat plezier, zijn er ook nog andere effecten voor een club? Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je soms bestuurders moet overtuigen. Waarom moet een club meedoen aan... We weten allemaal dat de veilige omgeving, alle literatuur zegt dat, dat is dé belangrijkste waarde, zou je kunnen zeggen, om neer te zetten binnen een vereniging. Als je je fijn voelt, veilig voelt, dan mag je fouten maken, dan mag je jezelf zijn. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Die pedagoog doet dat. Die zorgt voor die veilige omgeving. Nou, er is niks mooier dan die veilige omgeving te creëren binnen zo'n club. Waardoor eigenlijk al die neveneffecten, meer plezier, meer kinderen, meer trainers met plezier,
Ik kan het eigenlijk niet mooier maken dan dat, zeg maar. Ja, maar dat klinkt hartstikke mooi. Hè? Trainers die meer plezier hebben, blijven ze daar ook langer? Wat ik vaak zeg bij het korfbalbond, wij maken met een clubkadercoach niet per se betere korfballers, maar we maken leukere korfballers. En met leukere bedoel ik echt leukere mensen. Ja. En we kijken naar houding en gedrag en hoe doen we dat in de training? Hoe gaan we met elkaar om als kinderen zijn? Als jij 15, 16 bent en je geeft trainen, voor het eerst in je leven, is dat super moeilijk. Als jij vader bent en je zit normaal gesproken heel ander werk te doen, dan is het super moeilijk om te doen. En merken jullie dan ook dat trainers langer blijven? Dat ze dat, doordat ze het leuk vinden? Zeker weten. Oké, mooi effect. Zonder twijfel. Dus trainers vinden het leuker en blijven langer. Sporters, Lucinda, ik denk voor jullie als stad heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen blijven sporten. Is dat ook de reden waarom jullie aan clubkadercoaching zijn gaan doen in Amsterdam? Zeker. Ja, we hebben natuurlijk als doel om zoveel mogelijk Amsterdammers in beweging te krijgen. En dan ook liefst te houden. En de clubkadercoach die helpt daar enorm bij. En wat moet clubkadercoaching naast mensen in beweging krijgen? Wat moet die voor jullie gaan betekenen? Wat moet het gaan doen in de stad? Nou, wij zien dat we hebben heel veel clubs in Amsterdam. Meer dan 600, tegen de 700 geloof ik zelfs. En we zien dat die allerlei ontwikkelwensen hebben. En die hebben we ook al jaren geholpen met interventies. Bestuurscoaching, trainersbegeleiding op de club. Het bieden van opleiding op allerlei vlakken. Alleen wat je ziet wat vaak ontbreekt is het metselwerk daartussen. En wat leren we de bestuurders, wat leren we de trainers? De clubkadercoach die brengt daar een samenhang in als professional. Die de club vaak zelf met hun vrijwilligers die dat in de avonduurtjes doen. Die legt dus eigenlijk ook die verbinding tussen die twee groepen in een vereniging. Ja. Wie doen het eigenlijk bij jullie, clubkadercoaching? Nou, bij ons zijn dat de buurtsportcoaches. Wij hebben onze subsidiepartner Team Sportservice Amsterdam. Waar we 70 FTE buurtsportcoach hebben zitten. En daarvan zijn ongeveer 10 buurtsportcoaches opgeleid als clubkadercoach. Oké, buurtsportcoaches. Ik denk dat we even naar Dirk moeten. Dirk. We hadden het zojuist er al even over. Hoe gaat dat nu in de praktijk in zijn werk? Ik sta hier naast Dirk Sparidans. Jij bent clubkadercoach bij Rotterdam Sportsupport. Bij welke vereniging zit je eigenlijk? Afgelopen jaren was ik bij Volley Zuid en Hoog Stand in dienst of bezig. Als clubkadercoach actief. Ja, ja, hoe ben je bij die vereniging terechtgekomen? Waar konden ze zich aanmelden en konden ze je uitkiezen? Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Ja, toen ik begon was het eigenlijk nog nieuw allemaal. En kreeg ik ze toegewezen. Ik kwam zelf uit een hele andere wereld en ja, daarin heb ik toen die verenigingen toegewezen gekregen. Nu zitten we echt meer betrokken ook bij het selectieproces van de verenigingen. In Rotterdam hebben zich 15 verenigingen aangemeld nu. Nou, daar hebben we allemaal gesprekken mee gevoerd. En eigenlijk ook de club in actie gezet. Van, hey, jullie willen dit graag. Wat willen jullie dan graag en waar kunnen we ondersteunen? Komend jaar ga ik bij een voetbalvereniging aan de slag. Onder andere in Rotterdam-Zuid. En je bent geen voetballer? Ik ben geen voetballer, ik ben volleyballer van origine. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Vindt zo'n club dat niet heel gek of spannend? Dat je de trainers gaat vertellen hoe ze dat eigenlijk moeten doen? Dat zijn dingen die je bespreekt in de selectieprocedure. En de mensen met wie wij gesproken hebben, die staan er heel erg achter. Die vinden het ook, die hebben ook een urgentiebesef van dat dit iets kan betekenen voor een vereniging. Ja, want wanneer komt een club eigenlijk in aanmerking voor zoiets? Nou, ik denk in eerste instantie dat het belangrijk is dat ze weten wat het inhoudt. En dat ze ook weten wat ze dan kunnen hebben. En dat ze iemand hebben die ze daarbij helpt om die cultuur en die structuur vorm te geven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je vooraf wel goede gesprekken voert met de verenigingen. Wat willen zij nou? Wat vinden zij belangrijk? Wat kun je komen doen? Waar kun je impact maken? Ja, het is ook echt een belangrijk spel tussen de clubkadercoach aan de ene kant en de vereniging aan de andere kant. He, zonder dat de vereniging dat echt wil, gaat het niet gebeuren. Klopt, je zet trainers in hun kracht, maar je zet ook verenigingen in hun kracht. En je probeert eigenlijk trainersbegeleiding normaal te laten worden in het verenigingsleven. Dat is nog niet normaal, dat wordt stapje voor stapje normaler. Maar daar probeer je eigenlijk te laten zien dat doordat je de trainers beter maakt, je echt het spelplezier van de spelers en de omhoog krijgt van de jeugd. Klinkt wel een beetje als een schaap met 5 poten wat je daarvoor nodig hebt. Misschien wel aardig even om de mensen thuis te vragen. Als je dit nou zo hoort, wat Dirk allemaal moet doen, wat denken jullie dan dat de belangrijkste eigenschap is van een clubkadercoach? Nou Dirk, wat vind je nou zelf eigenlijk de belangrijkste eigenschap? Ik denk dat je een verbinder moet zijn. En dat moet in je liggen, dat kun je leren.
Ik denk dat het vooral gaat over vragen stellen, over luisteren, over ondergeschikt opstellen, over op de achtergrond zijn, mensen in hun kracht zetten. En vooral de belangen die binnen een vereniging spelen. Soms emotionele belangen, of, want je zit mensen met een sporthart, mensen voor een hart voor de vereniging. Dus ik denk dat je heel goed moet voelen, je temperatuurmeter in die vereniging steken. En dat je daar mensen moet gaan verbinden en enthousiasmeren. Want daarmee krijg je aansluiting als clubkadercoach. Ja. Zou ik zeggen van als gemeentes hun buurtsportcoaches gaan selecteren om te koppelen aan verenigingen, dat ze daar ook vooral rekening mee moeten houden? Nou, ik denk dat je vooral moet realiseren dat je geen IT-consultant bent die even binnenkomt en die een programma bouwt en die dan weer weggaat. Nee, je werkt met mensen. Neem de tijd om de mensen te leren kennen. Ja. Dat zou wel mijn tip zijn. In het begin op zoek naar die optimale match tussen clubkadercoach en de club, waarbij de club ook daadwerkelijk zich moet beseffen dat ze aan de slag moeten met clubkadercoach. Ja, dat is belangrijk. En ik denk ook dat het belangrijk is voor een clubkadercoach om niet meteen te veel te willen, maar juist zich ook te realiseren dat je geen IT-consultant bent, maar dat je met mensen werkt. Ja. Nou gaf je net al even aan van er moet een soort infrastructuur gebouwd worden. Die infrastructuur, daar ben je anderhalf jaar ben je mee bezig. Hoe gaat het als je weg bent? Ja, dat weet je nooit 100% zeker. Wat ik zelf geprobeerd heb, is eigenlijk twee clubjes mensen te verzamelen. Dus bij de ene vereniging 3 trainersbegeleiders, opvolgers, en bij de andere vereniging 3. Nou, daar heb ik geprobeerd een team van te maken. Ja. Dus de ene was pedagogisch didactisch, de andere technisch, de ander stond midden in die club. Nou, daar heb ik eigenlijk in sessies geprobeerd een team van te maken. Van waar liggen jouw sterktes, waar kan de ander jou juist helpen. Mm-hmm. En een team is altijd duurzaam. Dus een team kan wel blijven functioneren, ook als de coach, wat ik dan in dat geval ben, weggaat. Dus dat is eigenlijk waar ik op in heb gestoken. En zo'n teampje van mensen, en dat kunnen er meerdere zijn, soms is dat één. Zijn dat professionals of vrijwilligers of kan beide? Kan beide. Vrijwilligers in eerste instantie. Binnen het verenigingsleven is een professional niet altijd vanzelfsprekend. In mijn sport althans als volleyballer niet. Nee. In andere sporten is het weer wel wat vanzelfsprekender. Uiteindelijk zou het mooi zijn als zo'n persoon natuurlijk ook wat professioneel ingezet kan worden. Maar in eerste instantie heb je met vrijwilligers te maken, althans in mijn tak van sport. Ja, en als je de keuze maakt voor professioneel, dan zit je met borging altijd van waar haal ik de middelen vandaan. Ja. Nu we het over borging hebben, hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk iets achterlaat en dat je met een gerust hart kunt vertrekken? Nou ja, je kunt documenten achterlaten. Je kunt ook in beleidsnotities dingen laten noteren over een trainersbegeleider. Ik heb zelf daar ook voorzetjes aan gedaan, een soort van contracten of in elk geval van wat doet zo iemand nou. Hè? En als je daar in het bestuur beleidsnotities van kan maken, dan is het duurzaam ook als jij weggaat. En blijft het in het bestuur ook geborgd. Ja, nu we het over die borging hebben, volgens mij hebben jullie daar een heel leuk filmpje over gemaakt en daar gaan we nu even naar kijken. Ja, we zijn hier bij Rotterdam, in Rotterdam-West bij House Stand, waar ik als clubkadercoach volleybal voor Rotterdam Sportsupport aan de slag ben. En we zijn bij het stukje aangekomen waar ik Kees van der Schoor, mijn beoogd opvolger voor trainersbegeleiding, een paar vragen ga stellen. Dus, 1. Wat heb je zien veranderen op de club in de tijd dat ik hier als clubkadercoach aan de slag ben? Het heeft een goede impuls gegeven door iets van buiten wat energie toe te voegen aan de vereniging. Wat er tot nu toe gebeurde was, ja, het kwam toch steeds op dezelfde mensen terecht. En door jouw impuls heeft er gewoon een soort nieuwe elan, lijkt het bijna wel. Dus er is wel degelijk iets veranderd, in het positieve. Ja. Fijn om te horen van mij ook. Ja. Dankjewel. Ja. Wat is het leukste aan het zijn van clubkadercoach? Dat ik met mensen die een hart hebben voor de sport mag werken. En die het doen omdat ze het leuk vinden. Die het doen omdat ze van de vereniging houden. Die het doen omdat ze iets willen leren, dan wel van mij of van elkaar. En iets door willen geven aan de jeugd. En dat allemaal vanuit hart voor de sport, dat vind ik heel leuk. Ja. Heel mooi. Ja. Dirk, dankjewel voor dit mooie voorbeeld hoe clubkadercoaching in de praktijk nu werkt en met name het filmpje wat ons inzicht gaf hoe je nu kan zorgen voor borging na je vertrek bij die vereniging. Dankjewel. We gaan even naar de kwaliteit van trainers en coaches. Job, binnen het Korfbalverbond leiden jullie mensen op.
Zeker. Zijn het veel mensen die worden opgeleid? Bij de ene vereniging meer dan bij de andere, maar redelijk veel, maar veel te weinig. Misschien ook wel leuk voor de mensen thuis om even te vragen, hoeveel procent van de mensen hebben een bondsopleiding gevolgd? Is dat A, 10%, B, 18% of C, maar liefst 32%? Nou, het antwoord daarop, Job, misschien kun je het geven. Hoeveel procent van mensen die binnen een sportvereniging actief zijn, hebben eigenlijk een bondsopleiding gevolgd? Nou, dat geldt natuurlijk voor alle sporten samen, hè? Maar voor alle sporten samen zijn maar 10% van de trainers opgeleid. Dat betekent dus eigenlijk dat 90% helemaal niet is opgeleid. Ja. Maar dan ook helemaal niet. En dan wordt meteen volstrekt duidelijk waarom clubkadercoaching eigenlijk nodig is. Het zijn mensen die die je wilt helpen. Het zijn goed bedoelde vrijwilligers die heel graag of korfballen of voetballen of tennis of wat dan ook. Ja. Maar die niet per se het vak trainen beheersen. Volgens mij hebben we daar de urgentie wel te pakken. Hè? Het verhaal van Dirk is duidelijk wat het moet opleveren voor jullie als bond en bij de trainers. Wat het voor jullie als gemeente moet opleveren, namelijk zoveel mogelijk mensen die sporten. Hoe kunnen bonden, dan wel verenigingen, dan wel gemeentes nu meedoen? Eigenlijk, wat hebben jullie gedaan om mee te doen met dit traject? Wat was er voor nodig? Nou, bij het begin van de pilot werden we uitgenodigd als grote gemeente om deel te nemen. En dat hebben we uiteraard gedaan. Niet alleen omdat we het een mooi project vonden lijken, hè, want er was in het begin natuurlijk nog weinig over bekend. De structuur leek ons heel interessant om mee te doen. En ook vooral die samenwerking met de sportbonden, omdat we die eigenlijk al langere tijd wilden intensiveren. Wat moet je nu doen als gemeente als je zegt van dat vind ik interessant, ik wil ook graag meedoen en ik wil het ook in mijn gemeente gaan opstarten? Nou, als grote gemeente hebben wij de mazzel dat we de structuur al grotendeels hadden staan. En wij hebben al heel veel buurtsportcoaches rondlopen bij clubs in de stad. En wat wij hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een shift gemaakt van ander verenigingswerk naar het zijn van clubkadercoach. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je in de praktijk afspraken maakt met je buurtsportcoaches over hoe ze op een andere manier worden ingezet. Ja, wij hebben als gemeente de focus gelegd op het positieve sportklimaat, veilig, inclusief, pedagogisch. Ja. En daar zetten we dus ook meer op in dan op andere onderwerpen. Dat is een duidelijke keuze. Ja. Job, we hebben net van Lucinda gehoord dat dat vooral geldt voor grote gemeentes. Hoe is dat voor kleine gemeentes? Jij bent adviseur lokale sport. Jij ziet veel kleine gemeentes. Ja. Is dat anders? Dat is zeker anders. Er zijn niet standaard buurtsportcoaches al actief op een vereniging. Hè? Een heel enkel keertje wel, maar meestal niet. En dan is het in eerste instantie een kwestie van willen. Je moet heel graag een clubkadercoach willen, omdat je ziet wat effecten zijn. Daar hebben we het net over gehad. Hè? We hebben Dirk als voorbeeld gezien, wat hij kan doen. Ja. Maar je moet het dus graag willen. En als gemeente moet je dan beleid daarvoor formuleren of een plan maken? Nou ja, zeker. En dat is best moeilijk, hè? Want je gaat dus fors investeren. En we hebben net gezegd, een buurtsportcoach is 8, 9, 10 uur actief op een club. Ja. Dus dat is ook nog best een investering. Dus wat je ziet, ik zit in Kampen, ben ik adviseur lokale sport. En daar hebben ze een heel duidelijke keuze gemaakt om eigenlijk een eigen pilot te gaan draaien. Ze hebben gezegd, we gaan vanuit de middelen vanuit het sportakkoord, een klein beetje middelen vanuit de gemeente, een klein beetje co-financiering vanuit de club en een klein beetje co-financiering vanuit de bond. Supermooie samenwerking. Gaan we één clubkadercoach in de gemeente aanstellen om te gaan ervaren wat het nou doet. Dus wat we net hebben gezegd, we hebben die pilot gehad. Het zijn significant hogere cijfers als het gaat om kinderen vinden het leuk, trainers vinden het leuk. Maar die hebben dus heel klein een eigen pilot gestart. Dus dat kun je doen als kleine gemeente. Pak één buurtsportcoach, zet die 6, 7, 8 uur per week bij één club aan de slag en ga ervaren hoe het is. Je noemde net al even iets over financiering. Wat zijn bijvoorbeeld middelen waar een kleine gemeente gebruik van zou kunnen maken? Nou ja, wat ik net al heel snel even zei. Hè? Je ziet dat er drie partijen zijn met een groot belang. En zo zou je hem ook kunnen benaderen vanuit de financiering. Dus de gemeente heeft een belang, namelijk meer kinderen langer laten sporten. De bond heeft een belang, meer kinderen langer laten sporten. De club heeft hetzelfde belang. Je zou kunnen zeggen, vanuit die drie partijen is ook logisch dat je een stuk financiering haalt. Nou, nu vanuit het sportakkoord zie je dat er een deel van die middelen gereserveerd zouden kunnen worden om een clubkadercoach aan te stellen. Dus dat gebeurt nu ook in de praktijk. Ja. Daarnaast is er nog een stuk opleiding, niet onbelangrijk. Vanuit de sportlijn, een ingewikkeld verhaal, maar weet dat die er is, kun je een clubkadercoach opleiden om zijn werk goed te kunnen doen. Dus die buurtsportcoaches van Lucinda kunnen een opleiding volgen en dat is gedekt in het project Sportlijn, om het zo maar even te zeggen. Ja.
Oké, nou, dat is goed om te weten. Nu noemde jij, Lucinda, zojuist al even de samenwerking tussen gemeente enerzijds en de sportbonden anderzijds. Waarom is dat zo belangrijk in dit traject? Nou, we hebben, zoals Job al zei, we hebben eigenlijk dezelfde belangen. Hè, die liggen heus weer hier en daar iets genuanceerder. En wij leggen meer de focus op die maatschappelijke waarde van sport voor Amsterdammers. De bonden meer op die technische kant, uiteraard. Maar eigenlijk willen we hetzelfde. En we hebben ook allebei eigen verenigingsondersteuners. We hebben eigen interventies. Verenigingen weten soms niet zo goed bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Soms gebeurt het zelfs dat we iets dubbel aanbieden vanuit de gemeente. Bepaalde cursus die eigenlijk hetzelfde is als die van de sportbond. Dus dit is een hele mooie gelegenheid voor ons om samen met de bond op te trekken om die club op de juiste manier te ondersteunen. Ja, niet... Dit is echt de werk op aanhaken, want het is echt voor de bond een enorme win-win situatie. En in welke zin? Wat... Nou ja, wij komen nu met elkaar echt intensief in contact. Hè. We hebben altijd wel contact met gemeentes gehad, maar nu veel intensiever. En we stemmen echt dat aanbod op elkaar af. Dus die vereniging die wordt niet vermoeid met twee keer het aanbod voor, weet ik veel, vrijwilligersmanagement of bestuurlijke ondersteuning. Want dat zijn allemaal dingen die gesignaleerd worden tijdens zo'n traject. Maar wij leren elkaar kennen, we krijgen een relatie. En we weten welke talenten wij zelf hebben. En wij zijn goed als bond in het technische stuk. En wij kunnen onze trainers technisch gezien goed opleiden. En jij zegt al, maatschappelijk belang is natuurlijk voor een gemeente veel groter. Dus daar zitten de talenten van een gemeente of van een sportservicebedrijf. En die samenwerking is voor echt een enorme bijvangst. Los dat die kinderen gewoon veel meer plezier hebben. Met name voor die club, hè? Want die club heeft straks misschien een duo, maar heeft één aanspreekpunt voor zijn ontwikkelwens. Ja, zeker. Dus het is niet een eenmalig iets. Ook na die anderhalf jaar blijft er een structuur waarin clubkadercoaching een plek heeft in de vereniging. Volgens mij, je had het over win-win, maar het is win-win en dan haal ik Dirk er even bij, win-win-win. Fantastisch volgens mij om hier zo mee af te sluiten. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over clubkadercoaching voor gemeentes, voor sportbonden, voor verenigingen. Voor meer informatie www.nocnsf.nl/clubkadercoaching of contact ons via clubkadercoach@nocnsf.nl. Dank jullie wel. Job, dank je wel. Lucinda, dank je wel. Dirk, dank je wel. Heel veel succes. Zet hem op.